U schrijft? Ja, ik zit een beetje te schrijven. Ah, ja. Ja, is machtig, hè, zo'n landschap. Ja, 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 maar het is heel lastig, hoor, dit landschap. Ja, lastig, hè. Ja, om ja, dat goed te beschrijven. Ja. Ik zit hier de hele middag en ik krijg het niet echt... Je krijgt het niet... duidelijk op papier, op papier. En abstract. Abstract? Dat u het probeert abstract te beschrijven. Oh, nou, daar hou ik niet van. Nee, dat vind ik ook te makkelijk, hè. Oh, ja, ja. Nee. U vindt dat het moet lijken. Ja, ja. Ja, ik probeer echt altijd naar de natuur te schrijven. Ja, 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 ja. Mijn vrouw en ik wandelen hier vaak. En als ik dan straks thuis kom en ik laat het haar lezen... Ja. Moet ze eigenlijk zo meteen zeggen, dan heb je daar en daar gezeten. Ah, ja, ja. Als zij het leest. Begrijp het. Als ze haar eigen boek tenminste heeft weg kan leggen. Kijk. De bruine bosrand. Ja, dat is die rand daar. Maar dat is een opzetje nog maar, hoor. Dat is nog niet ja, de bruine. Ja, ja. Die. De bruine bosrand strekte zich uit onder de wolkenhemel. Ja, die wolken die daar zo boven hangen. En dan daar onder die bosrand. Erg, erg vlakjes, hè? Gestrekt. Och, ja, het is een eerste opzet. Ja, ja, ja. Nog goed uitwerken. De witte aderen van de berkenbomen. Ja. Doorschoten het. Oh, dat zijn berkenbomen. Een grijze vlak van de bosrand. Hm? De witte aderen van de stiek. Ja, ja. Schrijft u zelf ook? Jazeker, ja hoor. Ja. En wat als ik vraag? Romans. Voornamelijk romans. Romans. Maar ook gedichten en detectives, ja, ja. Oh, jeugdboeken, reisliteratuur. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, leuk. Ja. En uw naam als ik vraag mag, want dan moet ik hem wel kennen. Oh, nou, ik wandel liever anoniem. Oh, ja, nee, dat begrijp ik. Ja, ja, ja hoor. Fijn. Ik zou zeggen, sterkte. Ja, ik ga weer eens... Veel inspiratie. Dank u wel. En wat dat landschap betreft, hou het klein. Ja, dat is een eerste vereiste. Ja. Succes hoor. Dank u hoor, dag. Van achter zijn pluizige baard... probeerde de bemoeizieke idioot met het belachelijke hoedje mij wijs te maken dat hij een schrijver was. Dat niks, dat niks. Niks is niks. Niks. De bosrand. De bosrand. Nou, ons seksleven was eerlijk gezegd een beetje doodgebloed. En dan kan piercing daar weer een hele nieuwe dimensie aan geven. We hadden allebei al een navelpiercing. Toen hebben we geprobeerd om die ring aan elkaar te laten smeden. Maar dat gaf toch te weinig bewegingsvrijheid. Hè? Ja, en toen hebben we met de uiteinden van deze ketting allebei onze eikel laten piercen.